Kom op, LOL, LOL, LOL. Oh, lekker! Bedankt! Pik je nou mijn eten? Wacht, er is een kraaltje uitgevallen. Oh jeetje. Ze heeft het liefst voor de kapper meegenomen, echt. Ik ben terug van de kapper en ik heb het echt wel heel anders geknipt. You cannot see the future. Oké, kijk je dan even voor me? Wacht. Stop. Goedemorgen, het is woensdag. Goedemorgen, Sarah. Ik ben gisteren niet naar mijn afspraak omdat de klok niet achter. Dat hebben we al verteld gisteren, schat. Ja, maar ik wil nog steeds. Ik kreeg gelijk een pakket. Oh ja, het zijn volgens mij inderdaad die vakjes. Hè? Daar lijkt het wel op. Ik heb niet op die kast die vakjes besteld, die met die laadjes. Heel bouwwerk. Voor op zolder, voor Sarah, daar ze speelgoed mooi in kan ontbergen. Die heb ik al binnen, dat is nog niet verwacht eigenlijk. Er zit er nog los. Even kijken. Het zijn eigenlijk shoeboxes, maar zo hoef je ze niet per se te gebruiken. Oh! Kijken. Eigenlijk een soort, ja, moet ik het zeggen, plastic schoendozen. En met laders in. En die je dan als een soort kast kan stapelen. Maar het is al middag. Nee, het is geen middag. En daar kunnen we dan speelgoed in sorteren boven. Dus dat is echt wel super fijn. Het allemaal normaal in elkaar gekregen. Even kijken. En dan deze erin. En dan gaan we hier labels op doen. Net als in Get Organized. En daarmee kunnen we dan. Ja, dat zie ik er nog eens los. En heel overzichtelijk het speelgoed opruimen. En dat vonden wij wel een goed idee, in ieder geval ik. Jij ook, hè, toen ik het je vertelde. Dan heb je natuurlijk echt laadjes helemaal gesorteerd. We hebben ze alle 24 in elkaar gezet. Zij heeft echt, echt super veel in elkaar gezet. En ik dacht dat het heel moeilijk was. En nu gaan we ze indelen. Beginnen we met de LOL's. Kan je alle LOL dingen eruit halen? Ja. Uit je kist. Dan zet ik hier een paar laders open. En dan kijken we gewoon even hoe vol die worden. En dan hebben we dat apart. Dus alles wat de LOL is. Ja, en wel leuk. Mijn moeder die heeft een labelprinter. Dus die hebben er net ook gebeld. En die print dan labels uit voor de laders. Dan staat er echt op. Wat is dit allemaal aan de wat erin zit? Ja. Yeah. Oh, die kist, daar kunnen nog wat dingetjes in van LOL. Ja, ik denk ook zo. Op een bankje. Mag ik niet eerst met My Little Pony beginnen? Nou, zullen we even met de LOL beginnen, want daar heb ik de laders al voor klaarstaan. Oh. Wat wil je? Mijn been van zouden. Ja, je kan ook gewoon op je knieën ernaast gaan zitten. Dan is het ook wel wat makkelijker. LOL. Even nu. Poppetjes, spullen en verpakkingen, zeg maar. Ballen. Is het er? Even kijken. Niet meer kijken. Zo, dat kwam lekker uit mijn woorden. Kom op, LOL, LOL, LOL. Doe jij maar als je iets vindt in het badje, dan ga ik het uitsorteren. Oh,
Oh, jij had hem juist klaargezet. Dat is makkelijk. We hebben alles gesorteerd en we kunnen die vakken ook aan elkaar zetten. Maar dat doen we pas natuurlijk op zolder, want het komt op zolder te staan. En, oma gaat het. Ja, we hebben al, ik heb het al allemaal naar oma geappt, alle categorieën. Dus die maakt labels voor ons met haar labelmaker. En dan komt er dus echt op elke la een sticker wat erin zit. Nu snel boodschappen doen. We zijn iets langer bezig geweest met die bakken in elkaar zetten en alles sorteren dan wat ik gedacht had. Ik moet niet door mij heen zo hard zitten. Dan verstaat niemand mij. Maar goed, dat is wel af nu. Dus we hebben de eerste stapel van 6 bakken staat erboven en je kan ze aan elkaar zetten. Dus dat hebben we al gedaan. Vooral dat heb ik gedaan dan. Dus dan nog 3 en mama, stapels. En papa houdt labels... zo erg van schoenen. We hebben voor zijn verjaardag hebben we schoen en zo'n schilderij. Ja. Of zoiets. Ja. Met schoenen erop en een schoenensleutelhangertje. Ja, leuk hè? Ja. Ik moet eigenlijk alleen nog even kijken of ik een lijst voor die poster kan bestellen. Boodschappen zijn gedaan en nu even... Oh, tijd... lekker! Bedankt! Kijk je nou mijn eten? Ja, erg. Je hebt net je eigen eten, heb je het al op? Ja. Ja. Oké. Okay. Want ik moet zo weer de deur uit, dus even snel... We gaan naar de kapper. Ja, eindelijk naar de kapper. Ik nu. Jij gaat wel mee, dus we gaan wel naar de kapper. Wacht, er is een kraaltje uitgevallen. Oh jeetje. Ze heeft het liefst voor de kapper meegenomen, echt super. Ja, ik dacht, ik geef deze, omdat de kapper... Het is een haaraccessoire. Ja, haar doet. Ja, nou, ja. Super cool. Vind ik heel lief van jou. Kijk, glitter. Je hebt ook een hart van goud. Kijk, glitter. Ja, leuk. Maar je hebt ook echt wel een hart van goud, hoor, schat. Ik ben terug van de kapper en ik heb het echt wel heel anders geknipt. Het is nu kort. In ieder geval, het is van achter, kijk, korter dan hier. Dus het loopt naar voren als een soort lange boek. En dan met laagjes wel erin, maar geen standaard laagjes. En ik vind het niet heel erg mooi. Jij moet altijd overal bellen. Want ja, vooral werk... met een soort tafel. Ja, maar altijd alles wat nieuw is, zeg jij altijd van ik vind het heel mooi. Ik ben er wel heel blij mee. Hallo. Donder. Donder. Ik ben gezellig met Orlando en Kelly. Kelly. En wij spelen Exploding Kittens. En Kelly. Harry Potato. Ik denk dat het zo. It's potato time! Ja, maar dit is wel leuk, want niemand weet verder waar we het over hebben. Dus zit je op een verjaardag. Geef mij van Harry Potato. Hé, hey, jij hebt weer lekker met je Harry Potato gespeeld vannacht. Geen commentaar. Zo Harry is jullie. Ja. Zie je? Jullie hebben een hoop te verbergen. Ja, we hebben een hoop te verbergen. Stil jij. Ja, dat weet ik al lang hoor. But not for Lola. De volgende keer als ik van naar Snowballs ga en ik val, dan moet ook een Harry Potter. Maar ik wil ook naar Snowworld. Dan ga je naar Snowworld. Ja, maar waarom niet weg naar Snowworld? Oh, wacht, ik snap het dan. Nog niet mee. Ja, ken het. Ik doe shipping. We staan te ver. Kijk eens, speciaal voor jullie 2 Harry Potatoes. En ik ga voor Kelly pikken. Nee! Lukt het gewoon? Ik heb de Harry Potato voor Kelly gepikt. Dat deed nog meer pijn. Nou, poging 2. Kelly. Oh, mooi. Ik denk, mag ik een willekeurige kaart voor jou? Ik ben nog schuldig. Nee, alle zinnige kaarten heb ik al gestolen. Ik wil net zeggen, succes ermee. Ik blijf van boven staan. Again? Nee, nu niet meer hoor. Nou, weet je dat mijn computer al had gespeeld toch net? Ja, maar weet ook dat je ermee gepakt hebt. Nee. Wist je niet. Dat wist hij wel, dat vraagt hij net. Je zegt net, ik heb alle zinnige kaarten er al uitgehaald. Ja. Ja, maar dat kon ook een grapje zijn. Ik vertrouw haar sowieso niet.
And I want to see the future. See the future. You cannot see the future. Oké, okay, kijk je dan even voor me? Stop. Ja, maar ik had toch niks kunnen doen. Ik wilde alleen maar... Ja, ik ben af. Ja, maar kijk, je hebt heel veel kaarten. Want kijk, ik wil je kaart zien. En ik wil heel veel je kaart zien, maar ik match je niet. Nog meer. En skip en shuffle. Ik kon nog heel veel kant op. Ja, ik heb je 4 kaarten gegeven. Kelly en Orlando zijn weer weg. We hadden trouwens nog een spel. Een of ander escape spel. En dat leek heel leuk, maar echt... Sommige dingen, we kwamen niet uit en je had tipkaarten en dan na 1 tip, nou dan waren we dat al allemaal eigenlijk aan het proberen. En de 2e tipkaart ook, maar ja, het was zulke dingen, je moest dingen zeg maar ook uit het spel kapot maken. Nou, dat verwacht je niet, dus we kwamen er gewoon echt niet uit. Ja, dat heel apart spel. We hadden echt zoiets van, we willen hem afmaken, omdat je er al mee bezig bent. Maar we hadden echt alle drie zoiets van, nou ja, niet nog een keer. En toen gingen we online kijken naar de reviews. En echt alle reviews waren van... sommige dingen zijn heel ver gezocht. Wat raar dat je dingen uit het spel kapot moet maken. En ik zei op een gegeven moment na... Je had zeg maar elke keer vragen of puzzels die je moest oplossen. Dus ik zei geloof ik na de tweede van... Joh jongens, als we nou niet te lang wachten met een tipkaart. Want weet je, het spel moest 3 kwartier tot 90 minuten duren... Nou, bij de tweede vraag waren we al een uur bezig in totaal. Dus ik zei al van, joh, als we twijfelen of we het even niet weten, zullen we die sneller pakken. Want anders zijn we na 5 uur nog niet klaar. En toen laatst online echt als tip van allerlei mensen. Van, joh, als je niet uitkomt, pak gelijk een tipkaart, want anders kom je die niet uit. Nou, dus dat was niet heel raar. Dus ik heb ook eigenlijk heel de camera niet meer gepakt, omdat we er zo mee bezig waren en er zo niet uitkwamen. Maar goed, dat was dus dat. En ik heb labels voor de boxen. Die staan ook al op zolder. Toen ik Sarah naar bed ging brengen, Sarah doet het meeste zelf, ben ik ze aan elkaar gaan zetten. En we komen nog tekort. Maar ik ga ze denk ik nu even opplakken. En dan laat ik ze gelijk even zien. Nou, zo zijn ze geworden aan elkaar. En dan heb ik dus al die labeltjes erop. En dan kan je dus heel erg organized zien... Wat waar is. Ik vind het echt helemaal top. Sarah was er ook echt super blij mee. Ze kan ze gewoon de speelgoed vinden. En toch te inkijken wat ze heeft. Waardoor ze gewoon veel gerichter kan kijken wat ze wil. En waar ze mee wil spelen. Want sommige dingen, daar speelt ze eigenlijk gewoon nooit mee. Omdat ze, ja, dat het eigenlijk verdwijnt in de hoop. En zo dus niet meer. Alleen wilden we dus eigenlijk voor dit speelgoed allemaal. Ook van die vakjes. Maar de kasten zijn vol. Dus ik moet meer nog hebben. En dan kunnen deze dingen er ook allemaal in. En nu is het tijd om lekker te gaan slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dat vind ik helemaal leuk. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!